Dan staat het halverwege 2-1. Dan komen jullie beter in je spel. Hoeveel kansen heb jij geteld op de 2-2? Nou, ik ben er telkens kwijt geraakt. Volgens mij hebben we genoeg kansen gehad om 2-2 te spelen. Alleen hij viel niet onze kant op, helaas. 2-2 was volgens mij ook verdiend, zeker op basis van de tweede helft. Ja, zeker. Ik bedoel, die jongens hebben gewoon alles gegeven. Ze hebben gestreden. En ja, ik had een aantal spelers die toch wel tot de dag van vandaag nog licht geblesseerd waren. Dus ik heb wel wat risico's moeten nemen om een aantal jongens te laten spelen. Alleen, ja, jammer. Ik hoopte dat we toch die 2-2 zouden maken en toch een puntje. Jeroen de Groot, hè? Ja, grote kansen. Op het laatste moment met Darry nog op de paal. Genoeg mogelijkheden gehad. Wel, dit wedstrijd zeker verdient hier. Zeker een punt verdient, absoluut. Wat is dan vandaag het verschil met Den Bosch? Den Bosch, lesje effectiviteit, denk ik. Lesje effectiviteit. Ik bedoel, kijk, de kansen die zij creëren, daar loeren ze op. En bij hun ging niet erin. Wij maakten het spel. Ik denk dat we 70% balbezit hebben gehad. En toch breien, zoeken naar ruimte om een goal te maken. En ik moet zeggen, hun keeper stond er ook heel goed. Hij heeft veel ballen eruit gehaald. Ik vond ons beter, maar zeker een punt dat we zeker ook wel verdiend. Absoluut. Eén keer gelijk, één keer verloren. Je weet wanneer je moet winnen. Klopt. Hè? Nou, dat komt wel. Laten we eerst hopen dat we bij de play-off halen. En dan hoop ik dat we aan het eind blijven aanstaan. Dankjewel. Succes.